Lieve mensen, zoals jullie normaal gesproken weten, ben ik niet echt van het reclame maken, te lopen, te wezen, te maken, te laten. Ik was dus onlangs bij Ziggo Lasel en hier is daar wat beelden van. Lieve mensen. Kom je bij al die gekke namen? Oeh. Ben jij gewoon een ziekelijke geest? Ja. Dat prachtige slotta-account voor als je nou zwaar over seks bent en minderjarig. En toch wel een beetje van voetbal houdt, ja. Dan kan je me bij terecht. En moet je kijken wat ze mij gegeven hebben. Oh mijn god. Lieve mens. Lieve mens. Echt gewoon precies lekker dat p-mondje bij. Het kijk naar uit. Welkom, welkom bij weer een nieuwe video, lieve mensen. Bij weer een nieuwe video. Ik heb namelijk een paar SBC's gedaan, maar voordat ik doe, lieve mensen, in de maand april op naar de 90.000 abonnees. Laten we het halen. We kunnen misschien voor mijn verjaardag 100.000 abonnees halen. Dus abonneer als je dat niet gedaan hebt, doe een duimpje omhoog. Zou ik ook heel erg waarderen. En dan gaan we gewoon heel erg snel verder. Want er is genoeg te bespreken en jij mag gewoon minder fel. Maar La Koeke, die krijgt nog een speciaal... Kijk naar uit voor de... Nou... Leuke video's komen eraan. Namelijk de challenge met Koen. Komt op Koen's kanaal. Die komt er dus ook bijna aan. Leuke tijden. En dit vind ik eigenlijk nog veel mooier. Ik deed een challenge met Koen. En toen zat Paskie dus. Zo ziek. Je gewoon zo met... Kill. Ik ga gewoon een potje met hem. Maar met mij wil je niet. Met mij wil je... Dus ik ga waarschijnlijk ook de discard challenge doen met Paskie. En toen zei hij zo... ik zeg Paskie, dan ga je niet winnen. Toen zei hij... Kill, je bent zo fucking slecht, jongen. Het is zo ziek. Als ik gewoon geen delay heb, jongen, kun je sowieso verslaan, jongen. Zei ik, oké, zullen we nog een, wat wil je dan extra bij doen? Toen zei hij, geld is goed. Oké, doen we allebei 100 euro. Dus waarschijnlijk gaan we de discard challenge doen, plus 100 euro erbij. Paskie, zin in. Leuk. Nieuwe video, zin in. Aangezien ik afgelopen weekend een beetje dronken FIFA heb gespeeld, dit weekend gaan we het gewoon weer kaart proberen. Maar ik wil eigenlijk een meme speler erbij. En dan denk je eigenlijk bij jezelf, als je kijkt naar het team, je hebt de Pogbanus van de Ben Ketzer, van de vochtige Virgil, van de Salades, van de La Koeke, in de Cibone, in de Lala, hou je vinger uit blank, lieve mensen, want je staat weer blank. En dan hebben we natuurlijk hebben we Porno, Repende Ronnie en Georgie Best. Nee, mijn broeder, veel te vers, lieve mensen. Oh! Maar het maakt verder niet zo heel erg veel uit, maar ik heb mijn ogen laten vallen op een nieuwe SBC, ja! En dan denken jullie, ja, of SBC is dat dan? Ja, ik zal het je gelijk even laten zien. Jezus, doe zo rustig! Ik zeg dat ik het alweer laat zien en je moet niet zo schreeuwen tegen mij. Jezus! Oké, maakt niet uit. Gaan we even kijken. Namelijk gaan we even kijken bij favorieten. Eerst zal ik deze even laten zien. Want dan kunnen we... Nee, ik zal eerst wel even de speler laten zien. De pack gaan we zo openen, want ik heb ook nog een pakketje voor jullie. Arr. Maar maakt verder niet uit. Deze moesten we inleveren en daardoor kregen wij Baluta. En Alexandru Baluta is gewoon een prima spelertie. Is gewoon een prima spelertie. Europa League kaart. En dit is ook de kneus, dames en heren. De lul die Ben heeft uitgeschakeld, lieve mensen. Heeft Ben uitgeschakeld. Dus eigenlijk Ben en Baluta, laat je niet ballen in je ota, lieve mensen. Die moeten gewoon een beetje lief worden met elkaar. Die moeten elkaar gewoon een klein beetje het beste gunnen. Ik ga hem dus in mijn team gooien. En die gaat gewoon lekker met meedoen. En we gaan gewoon lekker ons beste ervan maken. Baluta, welkom in het team. En nou, Baluta, komt ze maar. Gaat er gewoon lekker bij. Gezellig, rechtsbenig, lieve mensen. Maakt niet uit, hij is klein. Maar als je even kijkt naar onze vriendelijke vriend en zijn stats. Die gaan we even bijhalen, lieve mensen. Want die bronzen spelers op de bank heb je ook echt geen klote aan. Dat gaan we ook niet meer doen. Dus we gaan even hem erbij halen. Dus die gaat er gewoon lekker bij. Oké. Baluta. Nou, dan kijken we even naar zijn statistieken. 1,66, dus dat betekent dat hij echt heel klein is. Want, want 166 centimeter is een derde been. En sterker nog, dat is ook van Zuid-Afrika als logo, maar daar is het gemiddelde derde been. Kijk naar... Blank, ja, natuurlijk. Ben, dus rustig. Ben, even. Maar is gewoon een hartstikke prima speler en die willen we eigenlijk ook zo gaan testen. Maar, moet ik er wel gelijk even bij zeggen, dat we dus ook nog een andere SBC hebben gedaan. Een hele andere SBC. En dat is namelijk deze. En dit staat mijn favorieten. En die heb ik even voor jullie gedaan. Je moet je namelijk rode kaartjes weer inleveren. En dan krijg je een speciaal handelbare 86 plus of 85 plus kaart. Krijg je daarvoor terug. En dan heb je dus drie opties. Ik ga hem sowieso, als het echt een hele slechte kaart is, doe ik hem gewoon lekker nog een keer. En dan heb ik er gewoon volledig scheid aan. Dus we gaan even kijken. Nou, wat krijgen we eruit?
Dan krijgen we eruit. Oh, goed. Superleuk. Ja, gedaan. Super, super. Nou, gaan we even kijken. We krijgen een 86 plus beoordeling. 1 van de 3. Wie wordt het? 3, 2, 1. Gaan we even kijken. Komt maar. En een 3. En 2. En 3. 2. Ja, nou, ik weet nog niet eens wie je kan krijgen. Ik zag mensen met Hazard en Kanté, et cetera. Dat zou natuurlijk tering chill zijn. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk niet voorspellen. Fabinho. Fabinho, Fabinho, Fabinho. 8 hours later. Fabinho, Fabinho. Fabinho is al prima. Is niet goed. Is niet goed. Nee, is. Gaan we hem nog een keer doen, 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 gaan we hem nog een keer doen. Dan gaan we daarvoor heel veel spelers inleveren. Ik denk het wel. We zijn namelijk een beetje gokverslaafd, lieve mensen. Van nul beginnen, alsjeblieft. Oké. Okay. Voor champ spelers exact 11. It's like... Ja, is dit heel zonde? Is dit heel zonde? Is dit heel zonde alleen maar om een beetje te gokken? Is dit echt de moeite waard? Moet je dit doen? Ik denk het niet, maar we gaan het wel alsnog doen. Want lieve mensen, daarom zitten wij op dit kanaal. En 83 en 84 reden, 1,85. Oké, okay, sorry, 2,85 reden. Lekker, fucking boeiend. Ik wil gewoon gokken. En als ik kan gokken, dan doen we het ook gewoon, lieve mensen. En jullie zitten waarschijnlijk in de comments, Frank, doe het gewoon niet. Het is echt zonde. Moet je niet doen. Waarom doe je zoiets? Het is echt niet waard. Maar ja, weet je, lieve mensen, als je gokverslaafd bent, dan heb je gewoon bepaalde dingen gewoon niet helemaal onder controle. Ja, weet je, het is gewoon zo. Dus laten we gewoon het beste maken van de situatie en gewoon lekker gokken. Nou, is het beter? Nee, ik denk het niet, hè? Mensen, gaan we gewoon even erin gooien. Nou, weet je, het is niet handig, het is niet goed. Ik kan het beter niet doen, maar oké, lieve mensen, we doen het gewoon lekker wel. Lekker boeiend. Ik heb er nu al spijt van. Maar uiteindelijk doen we dit dan uiteindelijk om een, weet ik veel, een Poolse keeper te krijgen of zoiets. Weet ik veel wat we allemaal kunnen doen. Oh, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft doe het, alsjeblieft doe het. Ben! Oh mijn god! Yes! 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 Oh mijn god! Mijn fucking god. Fucking god. Oh, oh, mijn fucking god. Oh, mijn fucking god. Screenshot, screenshot, screenshot. Dit is fucking genius. Dit is fucking genius. Oh, mijn god. Dit is zo goed. Dit is zo ongelooflijk goed. Dit is de enige rode kaart die ik zou willen hebben. Oh mijn god, fucking ziek. Een geluk. Jezus, wat ziek is dit. Ik ben hier zo tyfus blij mee, lieve mensen. Oh, ik heb lakkoeken, ik heb Benrood. Echt, dit is toch fantastisch. Hiervoor speel je FIFA. Hiervoor speel je FIFA. Wat een geluk, zeg. En kijk dan, deze stakker kunnen we nu gewoon verkopen. Doe me rode Ben. Maar hoeveel ben jij nog waard? Ja, dat is wel een klein dingetje. We hebben jou gekocht uiteindelijk. We hebben jou eerst gekocht voor... Ja, wat was het? 300. Toen verkocht voor 49. En nu weer gekocht voor 92. Maar dan is maar echt de vraag... Ben jij nog waard? En wat moeten we met de coins gaan doen? Zullen we daarvoor de mid-icon SBC doen? 251. We mogen even bij de moment... Want hij gaat sowieso weg. 110 wedstrijden gespeeld. 59 doelpunten. 58 assist. Hij loopt gewoon midden in de pen, lieve mensen. Nou, die gaan we dus verkopen. Ben, je was weer fantastisch, lieve mensen. We gaan je erop zetten voor 2,5. Ja, ho. 2, ja, zo. Ja, ho. En dan gaan we Basie uitzwaaien. Oh, 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 wat is dit lekker. Wat is dit geil. Wat is dit ik ben weer... Zit godverdomme gewoon met een stijve tak. Kijk hem nou. Dit is toch ongelooflijk. Dit is toch ongelooflijk. Nou, lieve mensen, dan gaat het uiteindelijk niet om. Ben staat goed. Hij staat dus op 10 chemistry, maar dat betekent... Oh mijn god. Oké. Untradable. Oh nee, deze is wel tradable. Untradable. Ja.
lieve mensen, we hebben dus 250k erbij. Dat betekent dat we op 450.000 munten zitten. Moeten we van die 450.000 munten iemand kopen? Of moeten we van die 450.000 munten met Ike een SBC doen en daar iemand? Want we kunnen eventueel George Best kunnen we ook verkopen. Want we kunnen dan Cancelo kunnen we op die RAM-positie zetten. Of die RV-positie zetten. En dan kunnen we de rechts. Ja, dan kunnen we de rechtsachter vervangen voor iemand anders. Jezus, wat is dit ziek, lieve mensen. Dit is echt fantastisch. Beter had het gewoon niet kunnen lopen. What the fuck? Oké, dames en heren. Laat het gewoon weten in de comments. Jullie bepalen. We gaan kijken wat voor spelen we gaan halen. Ik ga het gewoon kijken naar de comments. Vergeet zeker niet te abonneren. Morgen weer een nieuwe video. Ik ga heel erg mijn best doen om te blijven uploaden. Want maandag Ziggo. Dinsdag Eredivisie. Woensdag vrouwen. Jackie Groene, et cetera, interviewen. Ik ben echt heel erg druk. Maar ik probeer erbij gewoon te blijven uploaden. Dus ik hoop dat jullie dat waarderen. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog als je het tof vinden. Abonneer als je het niet gedaan hebt. Morgen een nieuwe video. En ik zie jullie allemaal bij de volgende video, lieve mensen. Want dan gaan we knallen. Ik heb er godverdomme zin in. Ja hoor, komt u maar. Yes, leuk. Ciao.